Wat is er met je neus gebeurd? Nou, niemand gelooft me. De hele middag stellen ze me al die vraag. Maar eigenlijk is hij is de boosdoener. We hebben sinds kort een nieuw hondje. Bonk genaamd. Maar die heeft nogal scherpe tandjes. En het was in één keer van... hij beet in mijn neus. Ja, ik hoor net dat hij goed opgepakt gaat worden bij TV Oranje. Daar ben ik natuurlijk weer blij mee. Want altijd weer spannend hoe een nieuwe single het gaat doen. En ja, hij staat natuurlijk op het album met de reacties waren al lekker. Maar als hij dan binnenkomt en gaat gelijk de hoge rotatie op, ja, daar ben ik dan super blij mee. Nou, toevallig hebben we van de week gezeten met de platenmaatschappij. Er staat één liedje op het album. En met een heel groot vraagteken of dat wel of niet een single moet worden. Welke dat is, dat hangt nog even in het midden. Maar ja, het is tot nu toe een van de populairste liedjes van het album. Op Jamie na, tot nu toe dan. Want Alles Vergeven verwachten we ook veel van. Maar er staat een liedje op waarvan ik zelf vind van, oké, het kan een single worden, maar dan moet Alles Vergeven ook het ook echt lekker gaan doen. En dan is dat een single, vind ik. Het schilderstrapje. Nee, ik gooi dat niet zomaar weg, want ik vind schilderen gewoon heel erg leuk. En ik ben geen hoogvlieger. Als het kan, tuurlijk, zou ik dat doen, want ja, zingen is passie. En als het kan, zou ik zeker die trap aan de wil hangen. Met de auto erbij. Maar dat is niet zomaar. Dat is, ja, dus voorlopig blijven we dat er nog steeds lekker bij doen. Dus als mensen deze winter zeggen, ach, we hebben de winterschilder nodig, waar kunnen ze dan terecht? www.ronnievanbemmel.nl